en heren, hier is uw gastheer van vanavond, de man van 100.000 gulden, Mark Klein Essing. Hier is hij weer. De koffer. Dank u wel. Dank u wel allemaal. Fijn dat u er bent. Ga maar zitten. Ga maar lekker zitten. Dan gaan we lekker beginnen. Hartelijk welkom, dames en heren, bij de grote maandelijkse dinsdagavondgebeurtenis. De komende 80 minuten die zijn weer ingeruimd voor 4 supergemotiveerde koppels die tot op het uiterste zullen gaan voor de inhoud van deze koffer. 100.000 gulden, dat is de hoofdprijs van de kandidaten in de staatsloterijshow. U thuis kunt gaan genieten van het grootste spektakel op de Nederlandse televisie, met daarbij natuurlijk alle trekkingen van de staatsloterij. Deze koffer die gaat nu in handen van de dames van de beveiliging, want wij gaan beginnen. Alsjeblieft. En ik hoop dat we elkaar weer terugzien, want dat betekent dan dat de ton er ook werkelijk uit is. We weten, we gaan beginnen met de stormbaan. 4 koppels zijn er in de strijd. Slechts 3 koppels zullen hier de vloer van de studio gaan bereiken. De strijd om de 100.000 gulden, die gaat nu beginnen. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ja, en ze zijn los. De dames die springen in de touwen. Zo snel mogelijk eroverheen. Elke seconde kan beslissend zijn voor wie hier doorgaat. Voor wie doorgaat naar de vloer in de studio of wie hier achter gaat blijven. Maanden van training zijn dan al ineens voorbij. Je hebt er alles aan gedaan, maar na 2 minuten ben je uitgeschakeld. Daar zijn we Julien even in beeld. Die moedigt zijn Chantal aan. 2 fysiotherapeuten, dat is Jeroen nu in beeld op dit moment. De onderwijzer van groep 5 en 6, de 9, de 10-jarigen. Daar zien we Vera in beeld. Studenten, lichamelijke opvoeding is bijna klaar. Lerares Schimpers eigenlijk. En zij woont samen met Marcel, student vormgeving en communicatie. Zij tikt aan, dat betekent dat Marcel nu kan gaan beginnen. Marcel, 23 jaar, komend uit Voorburg. Hoe is de situatie daar? Daar zien we Chantal, de fysiotherapeut, tegen die loopband op. En het gaat goed, ze is er overheen. Maar zij niet alleen, Karin ook. En haar Christan, die is nu ook los. Karin en Christan, allebei politieagenten. En daar zien we Peet. Peet heeft een paar problemen. Barkeepster is ze, ook nog aangehouden. Hé, wat gebeurt daar? Is het goed? Het is goed, ze is door. Kom op, snel eroverheen, Peet. Anders rek je niet meer aan, tikken. En dat betekent dat Jeroen ook kan gaan beginnen. De onderwijzer, ik noemde ze net al eventjes. Alle kinderen zitten natuurlijk te kijken vanavond. En de kant op pubers 1, dat zijn Vera en Marcel. Er wordt hier op het scherpst van de snede gestreden. Dit is Julien, een hardloper ook, werd 3e bij de kampioenschap op de 400 meter. Fysiotherapeut en nu die band over. Niet stoppen, oh dat scheelde heel erg weinig. En ook de kant op Kubus in, omgooien maar. Eerste positie dus Vera Marcel, tweede positie Julien en Chantal. Daar komt Jeroen aan, maar waar ligt Christan eigenlijk? Christan, de politieagent, die ben ik even kwijt, daar komt hij aan. Ja, hij drukt aan en dat betekent dat Karin en Christan ook rond kunnen gooien. Vera Marcel, zij zijn reeds door. Julien en Chantal bevinden zich op dit moment in het spijlenbos. Een paar van die spijlen zitten los. Die moet je zien te vinden, zo snel mogelijk omhoog duwen. De man pakt hem aan en zo baan je hem weg naar voren. Het wordt nu een hele harde strijd. Vooral daar achterin, achter in het veld, Christel en Karin, de 2 politieagenten. Ja, er is aangetikt. En dat betekent dat Julien en Chantal, de 2 fysiotherapeuten, zij zijn door en ze zijn ongenadig blij. Het is beslist. Christel en Karin, de 2 politieagenten uit Den Haag, zij zijn door. En de laatste paar meters, het is, ja, triest om te zien hoe weken van training in 1 keer gewoon triest zijn gedaan. De zwaar teleurgestelde Petie tikt hier aan. Jeroen daarnaast de onderwijzer. Het is gebeurd, het is over. Helaas, je bent er al bang voor van tevoren dat je binnen 2 minuten het loodje zal gaan leggen. Ik heb in ieder geval 10 staatsloten voor de komende maand. En al jullie fans die daar zitten, daar moet je nog even 1 ding tegen zeggen. Ja, het is emotioneel om te zien, ze gaan werken tot de laatste snik.
gaan ze door. Maar helaas, voor hun is het spel over. Luc van Rooij, onze vertrouwde stem. Wie zijn nou de drie teams waarmee wij verder gaan spelen? Vera en Marcel uit Voorburg zijn ons eerste koppel. Ze kennen elkaar nu 2 jaar en wonen sinds afgelopen februari samen. Vera is volgende maand klaar met haar opleiding aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en werkt momenteel op een sportschool waar ze massage en fitness geeft. Haar hobby is naast sporten en studeren haar motor, waarop ze bij mooi weer graag gaat toeren met Marcel achterop. Marcel studeert vormgeving en communicatie in Rotterdam en houdt zich bezig met de vormgeving op de computer. Na zijn studie wil hij graag een eigen reclamestudio opstarten. Op weg naar de ton zullen ze al hun kunsten uit de kast halen. Vera en Marcel. Chantal en Julien, ons tweede paar van vanavond, komen uit Zuid-Holland. Zij uit Nieuwekerk aan de IJssel en hij uit Barendrecht. Ze hebben nu 2,5 jaar een relatie. Hoewel ze nog niet samenwonen, zijn Chantal en Julien toch altijd bij elkaar en daardoor goed op elkaar ingespeeld. Chantal studeert evenals Julien fysiotherapie in Utrecht. Zij zit nu in het 3e jaar en gaat binnenkort stage lopen. Chantal en Julien hebben naast hun studie vele hobby's gemeen. Ze zijn beide verzot op snowboarden en actief in de atletiek. Julien is onlangs zelfs 3e van Nederland geworden op de 400 meter indoor. Wellicht zal vanavond blijken dat ook sportieve individualisten een goed team vormen. Chantal en Julien. Dit zijn Karin en Christan uit Den Haag, ons 3e paar van vanavond. Ze zijn zowel verliefd op elkaar als op hun werk. Beiden zijn in het dagelijks leven werkzaam bij de politie en geven daar ook aerobicslessen. En omdat ze van hun beroep graag hun hobby maken, zijn ze in de zomer samen op het Scheveningse strand te vinden als strandpolitie. Hiervoor trekken ze al maanden van tevoren samen baantjes in het zwembad. Met een team van 5 mensen zijn ze onlangs met een Western Step Act eerste geworden bij de voorrondes voor het Nederlands kampioenschap. Christan heeft bovendien een acteeropleiding gedaan en speelt af en toe mee in tv-programma's. Deze Siamese politietweeling staat klaar om de kluis te kraken. Karin en Christan. En daar staan ze, de 3 gelukkige koppels die door zijn. Dames en heren, u kent haar ongetwijfeld van het staanslot op locatie. Ze is jong, ze is snel, ze is zeer sprankelend. Dames en heren, mijn assistente Danielle Overgaag. Ja. Ik sta hier weer achter de kokerdesk, 10 kokers netjes op een rij. In 1 ervan zit absoluut het juiste toegangsbewijs tot de kluis, tot de 100.000 gulden. De hele show draait er dus om die 9 foute kokers weg te spelen. Dan haal je vanzelf die 1 over en dan kun je die ton zo ophalen. Was het maar zo eenvoudig. We gaan beginnen met het zenuwslopende rekenspel. Kom maar mee. Jongens, wat een heerlijk gevoel moet het zijn om door te zijn. Niet meer die nachtmerries van dat je het bij de stormbaan meteen al aflegt. We gaan direct beginnen met het hoofdrekenspel, met dus nog slechts 3 koppels in de strijd. De volgende 9 trekkingen van de staatsloterij, die verbinden wij aan 9 sommen. Nou, elk eindcijfer is het begin van een rekensom. Geef je het goede antwoord, dan verdien je er 500 gulden bij. Maar was het fout, dan gaat er 500 gulden naar beide tegenstanders toe. Let op allemaal, hier komt het eerste eindcijfer met Luc. Daar gaan we, Mark. Ook voor u thuis wordt het weer uitermate spannend, dus houd de loten bij de hand en kijk goed mee. Een prijs van 50 gulden valt op 24.000 loten die eindigen op 7-1. Oké, jongens, concentratie. Eerste som. 71 plus 70 min 12. Ja, Christan. 89. 89, is die goed? Hij is helemaal fout. 129, hoe kan dat nou gebeuren? 250 gulden naar beide buren toegespeeld. We gaan maar snel door met het tweede eindcijfer. Komt-ie aan. Wederom 50 gulden op 24.000 loten, maar nu met de eindcijfers 5-5. Oké, laat je niet afschrikken. 55 maal 3 plus 38. Wat is dat, Vera? 193. 193, is dat goed? Nee, er wordt wel snel gedrukt, maar het is nog niet helemaal correct. 203 had het moeten zijn. 250 gulden naar beide buren gespeeld. We gaan snel door. Hou de loten erbij. Hier komt het derde eindcijfer. Nog een keer 24.000 prijzen van 50 gulden op de loten met de eindcijfers 5-0. Derde som. 50 plus 426 plus 55. Rekenen. Ja, Chantal. 531. 531, zeg jij. En hij is goed! Ja! Hij is helemaal op de kop. 500 gulden pakken jullie. Je had al 500 gulden staan, sta je nu opeens op 1000 piek. Het gaat goed, het gaat lekker. Vierde eindcijfer, komt-ie.
Voor de laatste keer 24.000 prijzen, ook van 50 gulden. Op ieder lot dat eindigt op 2-4. 24. Let goed op. Plus 68, min 30. Chantal? 54. 54. 62 had het moeten zijn. 250 gulden naar beide buren gespeeld. Houden moet erin. Hier komt het vijfde eindcijfer. 100 gulden voor 2400 lotenbezitters met de eindcijfers 4, 8, 5. Oké, 485 plus 45 min 26. 514. Julien, 514. 504. Je zit er steeds heel erg dichtbij, maar je bent ook wel erg snel met drukken. 250 gulden naar de buren gespeeld. Nog een zesde, zevende, achtste en negende te gaan. Houd de loten erbij. Hier komt het zesde eindcijfer. Nogmaals, 100 gulden op 2400 loten die eindigen op 5, 6, 0. 560 maal 3 plus 55. Wie het weet, ja, Marcel? 1955. 1955. Ja, het is allemaal niet helemaal correct nog boven in de hersenen. 1735 had het moeten zijn. 250 gulden naar de buren toegespeeld. We gaan snel door. Zevende eindcijfer komt hij aan. Weer 2400 prijzen van 100 gulden vallen op alle loten die eindigen op 166. 166 plus 44 min 12. Dat is te zien, Chantal. 198. 198, is dat goed? Dat is goed. Ik zei het ook, hè? Hij gaat goed, hij gaat fijn. 500 gulden komt erbij. 1250 gulden wordt 1750 piek. De ene laatste, de achtste. Nog een keer 100 gulden op 2400 loten. Maar nu met de eindcijfers. 051. Dat is een mazzeltje, die nul ervoor. Dus 51 maar, plus 83 min 62. Chantal? 72. 72. Perfect! Ja! Lekker erin, prima! 500 gulden plus 1750 is 2250 gulden al. De negende en de allerlaagste laatste. Pak hem er even bij, jongens. Komt-ie aan. We gaan daarmee naar vier eindcijfers. 500 gulden valt op 240 lotnummers die eindigen op 7697. 7697 plus 280 plus 323. Knaap van een som, maar... Ja, Karin? 8300. Zeg het nog eens. 8300. 8300. Het is goed! Ja, het is goed op de valreep. Ik dacht, de tijd is bijna voorbij, maar je pakt hem er nog even bij. Heel goed. 500 gulden komt erbij, plus 1000 gulden is 1500 piek. Ik ga eens even kijken naar de stand van zaken. Op dit moment onderaan 750 gulden. Marcel en Vera, het ging zo goed in de repetitie. Ja. Oké, goed. We zien zo direct wel verder. Tweede plaats, 1500 gulden, Christian en Karin. En bovenaan 2250 gulden, Julien en Chantal. Ja, en niet zo'n beetje ook. Maar... Voordat wij verder gaan spelen, Luc, geef ons alsjeblieft nog één keer zo'n mooi en helder overzicht van de zojuist getrokken eindcijfers. Eens even controleren of u wat verdiend heeft. Daar gaan we, Mark. Ik herhaal alle trekkingen, dus ook de eerste aan het begin van de uitzending. 240.000 prijzen van 25 gulden zijn gevallen op de loten die eindigen op 5. Een prijs van 50 gulden valt op 24.000 loten die eindigen op 7-1. En wederom 50 gulden op 24.000 loten, maar nu met de eindcijfers 5-5. Nog een keer 24.000 prijzen van 50 gulden op de loten met de eindcijfers 5-0. En voor de laatste maal 24.000 prijzen ook van 50 gulden op ieder lot dat eindigt op 2-4. 100 gulden voor 2400 lotenbezitters met de eindcijfers 4-8-5. En nogmaals 100 gulden op 2400 loten, maar deze keer eindigend op 5-6-0. Weer 2400 prijzen van 100 gulden vallen op de lotnummers die eindigen op 1-6-6. Nog een keer 100 gulden op 2400 loten, maar nu met de eindcijfers 051. En we gaan daarmee naar vier eindcijfers. 500 gulden valt op 240 lotnummers, die eindigen op 7697. Dat was het overzicht. Terug naar jou, Mark. Ja, dankjewel, Luc. Hartelijk gefeliciteerd met de prijzen.
Als u al een beetje in de prijzen bent gevallen, tenminste. We zijn lekker met ons hoofd bezig geweest. Het wordt tijd voor het fysieke geweld. Lekker een potje gaan klimmen tegen de klimwand. De heren staan hier klaar bij die wanden. Ze gaan proberen binnen anderhalve minuut zo vaak mogelijk naar boven te klimmen. En dat is een ontzettende zware taak, want dat doen ze aan hun handen. Ze hebben de hulp gekregen van twee ijzeren stokjes en die plaatsen steeds gaatje voor gaatje, een stukje hoger. En zo werken ze zichzelf naar boven toe. Goed, de dames die gaan een klein beetje helpen, want hoe harder zij gaan steppen, hoe meer die wand naar achteren gaat hellen. Dus wordt het ietsjes eenvoudiger om naar boven te komen. Eerste plaats is hier goed voor 2000 piek. De tweede is goed voor 1000 gulden. En de derde honoreer ik nog met 500 gulden. We gaan zo direct beginnen, maar eerst even dit. Nieuw van Milka. Knapperige biscuit met chocolade. Jetzt zeig ze mal. Ja, ja, die neue Schoko- und Kekstafel von Milka, die ist schon was. Komm, ich nehme das ab, dieses Riesending. Mit knusprigen Butterkeks und viel zarter Alpenmilchschokolade. Das schmeckt uns ein bisschen. Wer mag's? Nieuw, Schoko und Biscuit. Knapperige Biscuit mit Schokolade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Morgenavond terug bij RTL4. Tineke live. En in deze eerste nieuwe uitzending, de drankjes en pillen, waar inmiddels half Nederland van lijkt te stuiteren. Tines heeft alle kleuren en smaken in de aanbieding en als toetje is er zelf geteelde wiet. We gaan genieten van een Zuid-Afrikaanse zonsopgang. En we zien Tineke en haar zus studeren voor Wildparkwachter. Ik ga een beer schieten nu. Woebie. Morgenavond, Tineke live. Om 9:15 bij RTL 4. Wilhelmus van Nassau. Alweer een goede reden om naar Formido te gaan. Het Wilhelmus, eindelijk op CD, gezongen door Bill van Dijk. Gratis bij 50 gulden artikelen, alleen bij Formido. Nieuws van Pinguïn. Heb je het al gehoord? Wat hebben we al gehoord? Pinguïn, de maker van Heksenhiel en Trollendrop, heeft twee nieuwe dropsoorten. Heerlijke zoete soft en sweet of zoute soft en zout. En Red Devils, prikkelend fris van buiten, aardbeerzoet van binnen. En het leukste is dat je ons alle vier kunt sparen. Gratis. Kijk op de actieverpakking van Heksenhiel, Trollendrop, soft en sweet, soft en zout en Red Devils. En we komen snel langs. Snoep lekkers komt van Pinguïn. Kom nu naar de Efteling en vier samen met ons onze 45ste verjaardag. Wij trakteren je op de schitterende sprookjeshow, op oude bekende en nieuwe gezichten, op opperste verbazingen en wonderlijke verrassingen en op alles waar je maar van droomt. De Efteling, de tractatie van het jaar. We hebben zoveel leuke programma's op 4 dat we al wat gewend zijn. Maar de Sterren bij Bek Show is toch wel heel bijzonder. En weet u wat? We brengen maar liefst 3 nieuwe afleveringen. In de eerste ziet u onder meer 5 soapjongens als The Village People. De Sterren bij Bek Show, donderdagavond, 8:30. RTL 4. Knapperige biscuit met chocolade. Choco en biscuit van Milka. Vanaf 14 april barst het los op Hit Radio Veronica. De strijd om de sterrenrace. 10 bekende Nederlanders scheuren op het circuit van Zandvoort. 10 luisteraars van Veronica en 10 lezers van Swap van de Rabobank maken kans op een meet and greet race dag. Met de VIP's uit de sterrenrace. Stuur je Swap deelnamekaart in en luister naar Rinkel de Kinkel. Want alleen daar maak je nog eens kans op. Een Supertech Radio met CD-speler van de Kijkshop. Vrijkaarten voor Now Summer Dance. Een Sony PlayStation met 5 games. Abonnementen en vakantiereizen van Breakout. Een Bombilla strip-CD-ROM van Popeye, Tom and Jerry of Lucky Luke. En als superhoofdprijs een Apple Macintosh Performa Computer. Krijg je de Swap nog niet? Ga dan snel naar de Rabobank bij jou in de buurt. Opel Tigra. Standaard anders. Ja, u bent weer terug. U heeft lekker even...
even boodschappen gedaan, of althans adviezen opgedaan daarvoor. Wij staan klaar om te gaan klimmen. Ik had gezegd 2000 gulden voor de eerste plaats, 1000 gulden voor de tweede plaats en 500 gulden voor een derde plek. De heren die gaan klimmen, 1,5 minuut lang, zo vaak mogelijk naar boven zien te komen. En de dames die gaan helpen door zo hard mogelijk te steppen, maar dan gaat de wand ietsjes naar achteren toe. Heren, klaar? Helemaal klaar? De dames ook? Dan gaat de strijd nu beginnen. Ga je gang. En Marcel heeft een hoop goed te maken. Marcel en Vera, maar die staan nog maar op 500 gulden. Marcel weegt 61 kilo. Dat is, ja, is dat al voordelig? Je weet het, Pietje met een nog wat kleiner. De armen zijn iets minder krachtig, maar hij gaat wel lekker aan kop. Tweede positie op dit moment, Julien. Derde positie, onze politieman Christan. Hij is al één keer boven geweest, Marcel. Kom op, dames, trappen. Hou die banden schuin. Hou ze schuin, want het is zo vreselijk zwaar om ons naar boven te komen. Dus Julien is één keer boven geweest. Direct op de hielen gezeten door Christan. Julien gaat voor de tweede keer. Maar ja, ze staan natuurlijk lekker met die 22,50. Christan 1500 gulden. Samen met Karin. Oeh, hij komt niet eens naar boven. Maar als we kijken naar Marcel in de rode baan, dan zien we dat hij alweer voor de bijna tweede keer aantikt boven. Dat is goed en het gaat alweer terug. Dat zou goed zijn voor hun stand. Julien zit helemaal kapot. Echt helemaal stukken. De dames die hebben nu ook problemen. We hebben de laatste 22 seconden. Proberen er wat van te maken, jongens. De derde en de tweede plaats is een verschil van 500 gulden. Dus je ziet hoe Christan daar werkelijk aan het, nou, knokken is om naar boven te komen. Julien ligt eraf. Julien is stuk. Op dit moment. Dan moet Christan nog eentje naar boven komen. Als het dat niet lukt, dan weet ik het niet. Oké, het is gebeurd. De heren kunnen eraf komen. Het was een geweldige strijd. De dames die mogen zich gaan voegen bij hun ega's. Oh. Kijk eens even, Julien. Julien die heeft werkelijk zijn biceps liggen er bijna vanaf. Hij heeft werkelijk het uiterste eraan gedaan. Dat geldt eigenlijk natuurlijk voor alle heren en dames hier. Ik kijk eens even hier in de rode baan als eerste. Dan zie ik dat daar twee keer boven is aangetikt. Fantastisch. En dan staan er hier nog twee beneden. De gele baan. Eén keer boven aangetikt, dus één keer heb je het gehaald. En de tweede keer, ja, in het tweede gedeelte van het geel blijven steken. En dan kijk ik naar de blauwe baan van Christan. Ook één keer boven geweest. En de tweede poging is ook, ja, beneden aan gestrand. Maar ik zie dat één stokje toch nog ietsjes hoger staat dan het andere. Dus even kijken, de derde plaats voor Julien en Chantal. 500 gulden erbij. Tweede plaats voor Christan en Karin. Goed gedaan, echt geknokt het laatste stukje. 1000 gulden erbij. En kijk eens even aan Marcel en Vera. Ze hadden het hartstikke hard nodig. Ze stonden op 2000 piek erbij. Goed, wat betekent dat voor de stand op dit moment? Luc. Wat een topprestaties worden hier toch iedere maand door de kandidaten geleverd, Mark. Met bloed, zweet en tranen strijden ze om die ene felbegeerde finale plaats. Goed, de tussenstand. En het is een bijzondere tussenstand. Karin en Christan hadden 1500 gulden, verdienden 1000 gulden, staan dus op 2500 gulden. Chantal en Julien hadden 2250 gulden, verdienden 500 gulden, komen op 2750 gulden uit. En Vera en Marcel hadden 750 gulden, verdienden 2000 gulden, staan dus ook met 2750 gulden op de eerste plek. Oh, oh, oh. Ze staan zo verschrikkelijk dicht bij elkaar. Een heel klein stukje. De enige die een klein beetje achterlopen is Christian en Kai met 250 gulden. Maar het is volstrekt te verwaarlozen bij het volgende spel. De laatste krachtmeting. En het zal duidelijk zijn wie van deze drie koppels er definitief af ligt in de strijd om de 100.000 gulden. En dat doen we met een levensgroot memory spel op de videowall. Die is achter deze muur opgesteld. Jullie kunnen nu niet zien. Jongens, jullie mogen op het liftje gaan staan. Dan pompen de dames jullie even naar boven. En dan hebben jullie een goed uitzicht. Op die videowall krijgen we zo direct foto's te zien van 7 wereldberoemde politici. We gaan vervolgens de foto achter een cijfertje wegstoppen en de naam achter een ander cijfertje. Weet je vervolgens nog achter welke cijfercombinatie de wereldberoemde politicus schuilging, dan kun je er 600 gulden bij verdienen. Maar was je antwoord fout, dan speel je 200 gulden naar beide buren toe. Als we zo direct gaan spelen, dan lopen alle foto's door elkaar heen. De heren komen zo snel mogelijk naar boven, drukken op de knop, zetten de foto op die manier stil. En dan is het een kwestie van gokken of nog weten natuurlijk. Even kijken. De eerste wereldberoemde politicus. Wie is dat? Wim Kok. Die gaan we wegstoppen achter vak 13 en achter vak 15. Zet het goed in je kop, hè jongens. En dames beneden ook. Goed onthouden. De volgende, Jacques Chirac. Die gaat achter 10.
en achter 5. Vervolgens Amerikaanse president Bill Clinton. Die zetten we weg achter 7 en achter 2. En dan de Engelse John Major. Die verstoppen we achter vak 8 en 3. Dan bondskanselier Helmut Kohl. Is die al heel erg lang. Stoppen we weg achter vak 12 en achter vak 1. Dan de Russische leider Boris Yeltsin. Die gaan we verstoppen achter 14 en 6. En tenslotte de Zuid-Afrikaanse Nelson Mandela. Die zetten we weg achter 11 en achter 16. Kijk er nog even heel erg goed naar. Brent ze in je hoofd. Dan gaan we de videowol nu schoonmaken. Ze verdwijnen allemaal. De heren gaan naar beneden toe. De spanning stijgt. Want zodra jullie beneden zijn, mogen jullie gaan pompen voor de eerste. Kom op maar. Wie is er als eerste boven? Degene die als eerste boven is, zo snel mogelijk drukken. De foto stilzetten. En de combinatie. Ja, Julien. Helmut Kohl. Op 5 en op 11. 5 en 11, zeg jij. Dat is niet goed. Het is 12 en 1. Ja, 200 gulden naar de beide buren gespeeld. Maar we gaan voor de tweede. Ja, kom maar dames. Wie gaat er als eerste aantikken? Wie gaat daar drukken? Dat is weer Julien. Op 2 en op 8. 2 en 8 zeg jij bij Bill Clinton. Dat is niet goed. Het is 2 en 7. Je zat er wel heel erg dichtbij. 200 gulden naar beide buren. We zakken weer en we gaan pompen voor de derde. Ja, kom maar. Wie gaat er als eerste de foto stilzetten? Ja, daar is Marcel. 3 en 14. 3 en 14 zeg je voor Nelson Mandela. Het is niet goed. Het is 11 en 16. We gaan weer terug. 200 gulden kwijtgeraakt aan de beide tegenstanders. En we gaan pompen voor de volgende. De vierde. Oké, jongens. Kom op even, dames. Pompen. Wie als eerste boven is, kan aantikken. Julien tikt daar. Wim Kok. Ik? 15 en 13. 15 en 13, is dat goed? Dat is correct. Ja! Ja. De eerste volle map is uitgedeeld. 600 gulden mogen ze erbij schrijven. En we gaan nog een keer voor de vijfde. Vijfde foto, de vijfde wereldberoemde politicus. Wie zou dat gaan worden? En wie tikt er als eerste? Welk handje komt er als eerste over de reling heen? Ik zie ze allemaal grijpen, maar daar is Marcel. Jacques Chirac. Jezus. 4 en 10. Zeg het duidelijk. 4 en 10. 4 en 10 zeg je. Oh, je zat er zo dichtbij. Het is niet goed. Het is 5 en 10. Ai, 200 gulden naar de tegenstanders gespeeld. Maar goed geprobeerd. We pompen voor de zesde. Kom op maar. Even nog alles uit de kast. Want jullie staan zo dicht bij elkaar. Het gaat hier om wie er door kan. Julien. Op Yeltsin. 6. Ja. En op 14. 6 en 14 zeg jij. Is dat goed? Dat is helemaal correct. 600 gulden komt er weer bij. Oké, en we gaan voor de laatste. Pompen maar, jongens. Pompen. John Major. John Major. Wie pakt hem? Wie doet als eerste Marcel? John Major. 3 en 8. 3 en 8. Even kijken. John Major, is dat goed? Dat is goed. Was die goed? Ja. 600 gulden erbij. Oké, jongens. Kom maar naar beneden toe. Het is gebeurd. Stap er maar uit. Eens even kijken, wat heeft deze ronde opgeleverd? Blijf maar even rustig staan, want we gaan het voor jullie uitrekenen. Marcel en Vera. Vera is helemaal gesloopt van pompen. Dat is ook een bijzondere zware taak. 1000 gulden gepakt in deze ronde. Jullie stonden op 2750 gulden. Jullie krijgen nu 3750 gulden. En dan Julien en Chantal. Perfect gedaan deze ronde. De vorige ook heel aardig allemaal. 1600 gulden gepakt in deze ronde. Ze hadden staan 2750. Komen te staan op 4350 gulden. En dan
Christian en Karin, 800 gulden gescoord in deze ronde. Je kwam er steeds niet bij op de een of andere manier. Ik kwam er bijna. Ja, arm is tekort. Ja, zo lust ik er nog wel een paar. Even kijken, 800 gulden gescoord in deze ronde. 2500 gulden hadden jullie. En jullie komen te staan op 3300 gulden. Helaas, dat is te weinig. Marcel en Vera gaan door. En Julien en Chantal. De twee sympathieke politieagenten, die ook nog aan strandpolitie doen in de zomer, die halen u er dus uit wanneer u te ver gezwommen heeft. Helaas geen 100.000 gulden voor jullie. Maar we kunnen misschien nog wat geld gaan verdienen. Bij het Pentagonspel. Maximaal 10.000 piek. Lijkt je dat wat? Lijkt me wat. Oké, gaan we er meteen naartoe. Kom op, naar het Pentagonspel. Goed. Nou, jongens, we gaan gewoon even kijken of we er nog wat aan kunnen doen. Hier is die beroemde en beruchte prachtige zilveren vloer. En daaruit steken 5 handvatten. Aan elk handvat zit een gewicht. En aan elk gewicht zit een... Ja, ik zeg tegenwoordig handvat, want dat moet, hè? Ja, ik krijg daar brieven over de hele tijd. In elk handvat, of in elk handvat... In elk gewicht zit een cheque. Een cheque van 1000 gulden, 2000 gulden, 4000 gulden. 10 mil zit er ook nog tussen, maar ook een niet. Zo'n kruisje. Haal je die eruit, is het spel in één keer voorbij. Goed, wanneer mag je een poging gaan wagen? Ik ga jullie een vraag stellen, geef mij een goed antwoord. Is hij goed? Mag je hem gaan proberen. Je pakt bijvoorbeeld nummertje 1. Je gaat er goed klaar voor staan, want het gewicht is niet gelijk verdeeld. Goed concentreren. Je probeert hem naar boven te halen. Met de uiterste concentratie. En dat we dus niet dit gaan horen, want dan is dus de poging mislukt. Even goed terugzetten. Oké. Goed, als je hem wel naar boven haalt zonder dat we het geluid horen, kijk je even hoeveel je hebt. Staat het bedragje aan, stop je natuurlijk. Denk je, nou, het kan wel wat meer worden. Ga je voor een volgende poging. Moet je me wel dat geldbedrag eerst teruggeven. Ben je dus kwijt? Ja. Allemaal begrepen? Ja. Goed, jullie mogen hier gaan staan. Dan neem ik jullie plekje in en dan gaan we. Er zijn allemaal meer of minder vragen, hoger en lager. Dus maak je niet druk. Eerste vraag. Hoewel het misschien heel makkelijk lijkt, is het bijzonder moeilijk om helemaal stil te staan. Op hoeveel uur staat nu letterlijk het wereldrecord stilstaan, waarbij alleen met de ogen geknipperd mag worden? Hele leuke vraag. Meer of minder dan 12 uur? Stel je eens voor. Wereldrecord stilstaan, alleen je ogen mogen knipperen. Meer of minder dan 12 uur, wat is dat wereldrecord? Meer. Meer is goed, 16 uur, 16 minuten en 16 seconden. Martin. Hoe tof, check. Het is maar dat je het weet, 93. Oké, welke gaat het worden? 1, 2, 3, 4 of 5? Jij mag zeggen. 4. 4? Zit er nog een gedachte achter? Nee, geen gedachte, laten we maar gewoon doen. Ja, je hoopt dat er 10.000 piek onder zit natuurlijk. Oké. Oké, rustig. Oké, Christian, sterke man. Vechtsporter ook. Moet goed kunnen gaan, concentratie. Maar dat kun je wel. Kom, kijk uit. Jongens, oeh. Jammer, hij vloog er opeens tegenaan. Nog niks aan de hand. Stilte in de zaal. Tweede vraag. Zoals bekend is het belangrijk je tanden te poetsen. Ja? We kunnen helaas nog steeds niet voorkomen dat we vroeg of laat een paar tanden kwijtraken. De vraag is nu wanneer er voor het eerst kunsttanden, kronen en bruggen gemaakt zijn. Langer of korter dan 500 jaar geleden? Langer of korter dan 500 jaar geleden? Bruggen en kronen. En kunsttanden. Zeg maar. Langer dan 500 langer. Jaar korter. Wat? Langer dan 500 jaar geleden. Dat is goed. 2600 jaar geleden. De Etrusken, die hadden vorige mei de Romeinen al een klapper gebeurtje. Oké. Welke gaat het worden? Jij mag het een keer proberen. 4 ken je inmiddels? Of niet? 4 kennen we. Ga je 4 nog een keer moeilijk proberen? Een andere. Je weet hoe die moet. We nemen 2. 2? Oké, ga ervoor, Christian. Nummer 2. Oké. Rustig aan. Je hebt alle tijd. Rustig. Je biebert te vullen. Ja. Heel rustig gaan, rustig doorgaan. Ja, heb je goed zo. Oké. Eerst is het goed gaan. Maar nu, als het maar geen kruis is, het is 10.000 gulden. Kom even hier. Kijk uit dat je in de graf valt.
Oh, wat heerlijk. Is het echt waar? Het is echt waar. Ja, het is echt waar. 10.000 gulden. Wat een mazzel dat je wisselde, zeg hé. Wat zat er nou eigenlijk onder 4? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Kruis onder zo. Dan gaan we later nog wel even kijken. 10.000 gulden. Het maximum wat jullie eruit konden slepen, dat hebben jullie ook gedaan. Dankjewel, Danielle. Kijk eens even, jongens. Het is echt geld, hé. Kijk eens even. Oh, oh, oh. Alsjeblieft. Ik geef de kaart, hè. Dankjewel. Ik geef de kaart 10.000 gulden, die hebben jullie dus sowieso. En daarbij, dankjewel Danielle, de staatsloten voor de volgende maand. En wie weet pak je wel één van die miljoenen of zo'n enorme jackpot. Dus jullie van harte gegund. Jammer dat het nu al afgelopen is. We zien elkaar nou terug ja, naar de show. Nog een hartelijk applaus voor Tristan en Karin, dank jullie wel. Daar gaan ze. De twee sympathieke politieagenten. Ja. Goed. En dan nu... De man die elke maand weer 3 nieuwe topvoetballers in de aanbieding heeft. U weet wel die unieke spaaractie van de staatsloterij. Je kunt de complete selecties van Ajax, PSV en Feyenoord bij elkaar sparen. Maar de oplage is beperkt, dus je moet er altijd snel bij zijn. Hij weet er alles van. Hij is dan ook de coach van het hele stel. Hier is hij, de enige echte regenjas, Harry Vermeegen. Ik heb ze weer meegenomen. Dit zijn alweer bij je? Ja, dit zijn de nieuwe mag poppetjes. Mag ik eens even kijken, stuk voor stuk? Ja, die moet je dus... Als eerste, wie hebben we hier? Nou, als je die dus koopt bij een staatslot, dan krijg je dus korting. Krijg je korting? Ja. Dus je kunt ze kopen zonder staatslot? En met. En met, dan krijg je een zware korting? Dan krijg je korting. Dus kun je beter een staatslot kopen. Ja. Oké, wie hebben we hier? René Eikelkamp van PSV. Ja. Nou. Wat? Oh. Nou, we kunnen kampioen worden, jongens. Ja, precies, want dit is de tegenstander. Ja. Jean-Paul van Gastel. Van Gastel van Feyenoord. Ja, 2 puntjes achter maar. In een enorm gevecht. En hier is het poppetje waar we allemaal op hebben zitten wachten. Wat het is van? Jari Liedmanen. Jari Liedmanen, ja. Ja, hij moet het morgenavond wel gaan maken natuurlijk. Hij is eindelijk uit, ja, hij is eindelijk uit. Ja, morgenavond gaat het gebeuren. Wat denk je er zelf van eigenlijk? Ja, nee, dat is niet zo interessant wat ik ervan vind. Het is eigenlijk leuker te weten wat de mensen er hiervan vinden. Vind je? Dat vind ik goed. Ja. Ja, want ik heb een enquête gehouden. Dat meen je niet. Ja, ik heb een enquête dus gehouden. Het is allemaal stuk voor stuk ondervraagd, al die 500 mensen. Ik heb die mensen even gevraagd, wat denken jullie ervan morgenavond, Juventus, Ajax? Ja? 50%, zeg maar, 50% van de mensen denkt toch dat Ajax het gaat redden. Nou, dat vind ik toch wel. Dat vind ik heel goed. Vind ik wel. Maar wie is die andere 50%? Ja, nee. Wie is die andere 50% meteen eruit? Nee. Rustig met je publiek, Mark. Okay. Maar er is nog iemand hier. En die denkt dat het gewoon helemaal niks wordt. Nee. Wat ik me nou eens kan voorstellen. Extreme uitslag. Ja, dat is een meneer Visser uit Zeewolde. Waar zit hij? Meneer Visser uit Zeewolde. Wat is er nou toch met u aan de hand? Ja. Wat heeft hij gezegd? Ja. Wat is er nou... Ja. Nou, ik kom er even bij zitten. Wat is er met u nou aan de hand? Met mij niet. Ja, u heeft gezegd 4-0. Ja, ja. 4-0 voor Juventus. Ik vrees dat er met Ajax wat aan de hand is. Nee. Oh, ja. Het moet aan Zeewolde liggen. Te veel wind in zo'n polder. Daar krijg je vreemde gedachten van. God, meneer Visser toch. Ja, jongens, wat doen we met iemand die zegt Ajax verliest met 4-0? Is er ook nog iets positiefs? Ja, ik heb er nog eentje. Ik heb hier ook Bas van Zijp uit Leiden. Ik weet niet waar die zit. Bas. Hallo, Bas. Bas, jij hebt een iets positiever geluid. Ja, 3-1 voor Ajax. 3-1 voor Ajax. Ja. En wie maken de doelpunten? Bogarde natuurlijk. Oh, alle drie door? Nou, dat is een goed geluid. Alle drie door Bogarde. Dat is beter. Je vraagt het nou niet aan mij. Jij hebt er verstand van. Nee, jij jongen, hebt meestal gelijk. Ik wil weten wat jij denkt. De expert zelf. Nou, Mark, zeg het maar. Ik denk 2-1 voor Ajax. Dat wordt dan verlengen en daarna penalties. Dat klinkt als een expert. Daar gaan we het op houden. Okay. Dat klinkt heel goed. Ja. Dankjewel, Harry. Okay. Tot volgende maand. Dan is hij er weer met een 3 nieuwe mannen. Goed. Poppetje, we willen nog een poppetje. Liedmanen. Poppetje. Wie verdedigt trouwens het doel zo direct bij Ajax? Hebben jullie hem bij je? Laten we eens even zien. Kijk eens even, 500 van de sarretjes. Oké. Okay. Goed, we hebben nog 2 koppels over in de strijd om de ton. Wij gaan op naar het volgende spel. Stopwoordspel, kom maar mee.
de twee overgebleven koppels zijn gaan door in de strijd voor de 100.000 gulden. Hoe is het? Goed. Ja? Absoluut. Weet je het zeker? Ja. Niet nerveus meer? Minder. Veel minder. Oké, en nu Marcel en Vera. Gaat uitstekend. Hetzelfde, dank u wel. Goed, nou, dan gaan we gewoon meteen aan beginnen. We gaan direct beginnen aan het grote flipperkastenspel. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik even weten met welke inzetten we dat gaan spelen. Dat doen we aan de hand van de volgende vier trekkingen van de staatsloterij. Onderbeurt gaan jullie voorspellen wat je denkt dat het eindcijfer zal gaan worden. Even of oneven. Dan nemen we het laatste cijfertje, dat vermenigvuldigen we met 100 gulden. En zo bouw je langzamerhand een inzet op. En na 4 eindcijfers weten we precies hoe de vlag ervoor hangt. Wat denken jullie voor de eerste, Julien en Chantal? Even of oneven? Waar gaat het gevoel naar uit? Oneven? Ja. Doen we oneven. 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 Zij gaan voor oneven. Wat zou die eerste worden? Luc? Ik ben ook heel benieuwd, Mark. 240 prijzen van 1000 gulden vallen op alle lotnummers die eindigen op 4127. En die is meteen op de kop. Hartstikke goed. En nog het geluksgetal ook erbij. 7 keer 100 is 700 gulden alvast voor jullie. Marcel en Vera, het hoge woord moet eruit. Even of oneven? Oneven. Oneven, want de buur had ook al geluk. Ja. Oké. Okay. Zou die tweede dan ook oneven gaan worden? Ik ben benieuwd. Nog een keer 1000 gulden op 240 loten, maar nu met de eindcijfers 6785. Ja, jullie geven elkaar geen duimbreed toe, dat is goed ook. 5 keer 100 is 500 gulden, parkeer ik alvast even bij jullie. Julien en Chantal, tweede poging. Moet even worden. Even moet een keer gaan wisselen. Ja. Zij zeggen dat het even gaat worden. Wat gaat het worden, Luc? En dan nu 5 eindcijfers. Mochten er 5 nullen getrokken worden, dan betreft het automatisch het lotnummer 100.000. 24 prijzen van 2000 gulden voor alle lotenbezitters met de eindcijfers 54346. Dat is goed gezien. 6 keer 100 is 600 gulden er vast weer bij. Laatste keer, de vierde en de laatste. Marcel en Vera. We houden het bij hetzelfde, oneven. Ja, oneven. 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 Het gaat dus weer keren. Ja. Ja, want we hadden net even. Oké, vierde en laatste, die zou dus oneven moeten gaan worden. Nou, of het zo is, Luc, laat maar horen. Oké, tot slot in deze ronde maar liefst 100.000 gulden valt op 24 loten. Die eindigen op 31970. Oeh, dat is een hele pijnlijke vergissing. Want 0 is even ten eerste en 0 is bij ons altijd 10. Dus 10 keer 100 is 1000 gulden, komt er als inzet bij Julien en Chantal. Wow. Dat betekent dus dat jullie gaan spelen direct met een inzet van 2300 gulden. En jullie, Marcel en Vera, gaan spelen met een inzet van 500 piek. Nou, wat moet er nou gaan gebeuren? Dankjewel voor deze bal. De flipperkast. De man die gaat zo direct plaatsnemen hier in dit sleetje. Hij steekt zijn hoofd hier door deze twee zilveren beugels heen. En hij trekt zichzelf naar beneden, want het zit in twee rails vast. Hij trekt zichzelf naar beneden en spant zo een veer op. Dat is heel erg zwaar werk. Wanneer hij uiteindelijk hier moe gestreden aankomt bij de gele streep, laat hij zichzelf los en hij schiet als een raket zo in één keer naar boven toe. Als hij hierboven aankomt, wat gebeurt er dan? Nou, de bal die ligt hier al klaar, die krijgt een enorme oplawaai. En die gaat dus, huppakee, zo de flipperkast in. Hij neemt de bekende flipperroute naar beneden. En als de bal beneden is aangekomen, pakt de dame de bal er hier weer uit. Legt hem weer naar boven en de man die gaat voor een tweede poging. Hoeveel flipperballen denk je te kunnen spelen in 2 minuten tijd? Dat is de vraag. Er gaat maar 1 koppel spelen, degene met de meeste lef, die de hoogste bieding durft te doen, die gaat uiteindelijk in het bakje en de ballen aangeven en oprapen. Ik heb het zelf uitgeprobeerd met Danielle. Wij kwamen niet verder dan 2 ballen. Dat kan niet. Goed, jullie moeten in ieder geval 3 kunnen hebben. Julien, wat denk je ervan? 3 haal ik al. 3 haal je wel. Marcel? Ja, 4. Ik doe het voor de 4, ja. 4 ballen. Mogen wij 5 horen? Ja. Wij horen 5. Gaan wij door naar 6? 6 doen we ook wel. Ja. Gaan we naar 7? 7 doe ik. We gaan naar 7. Marcel. Zij mogen het doen. Zij mogen het doen? Ja. Voor 7 keer? 7 keer. Oké. Okay. Als jullie het dus redden, dan pak je er 2300 gulden inzet bij. En gaat er bij hun 500 van af. Redden jullie het niet, gaat er bij jullie 2300 gulden af. En komt er bij hun 500 gulden bij. 7 ballen dus in 2 minuten tijd. Goed, Julien, ga vast naar boven. Ga maar vast in het bakje liggen. Chantal richting beneden. En Marcel en Vera kunnen lekker gaan toekijken.
Jurem, spring er maar vast in. Hoofd dus tussen die zilveren beugels in. Ga goed klaar liggen. En dan direct... Oh, wat lig je daar mooi. Julien ligt helemaal klaar. Oké. Okay. 2 minuten. 7 flipperballetjes. Jullie tijd, Chantal, gaat nu in. Kom op maar. Julien werkt zich alvast naar beneden. Hard trekken. En je hebt het al zo zwaar gehad bij die klimband. En naar de boven met Bam, dat is de eerste bal. Die komt naar beneden. Julien trekt zichzelf alweer naar beneden. Chantal pikt de bal op. Rent door naar boven toe. Ligt de bal weer klaar. Want Julien is al bijna alweer klaar. En dan gaan we voor de vierde. Daar komt de bal. Voor de flipperkast. En die is binnen de vierde. Maar het wordt natuurlijk steeds zwaarder en zwaarder en zwaarder. Kom op, Julien. Pak er nog eentje. Voorbij die gele streep. Kan pas loslaten en los. En gaat naar boven. En vier. Die hebben we ook. Laatste seconde. Laatste seconde. 57 nog. Maar het wordt wel erg zwaar voor Julien. Het moet kunnen. Het moet kunnen. Kom op. Nog één. Kom op, toch. Hij gaat naar het vijfde. Nog twee. Nog twee. Kom op. Doorademen. En naar beneden. Hand voor hand. Hand voor hand. Kom op. Nog 27 seconden. Het wordt te zwaar. De veer is zo verschrikkelijk zwaar daaronder. Maar ja, ze hebben geboden. En het lukt weer een beetje. Hij heeft hier wat kracht gebonden. Langzamerhand naar beneden. Ja, kom op. Het is de zesde. En los. Oké. Okay. En het is zo natuurlijk. Het is al de zevende. Ik zat een beetje verkeerd te tellen. Ik was zo geconcentreerd op Julien dat hij dat zou halen. En hij heeft het gehaald. Julien, perfect jongen. En Chantal. En dat betekent dus dat ze er 2300 gulden bij pakken. En aan de andere kant gaat het inzet eraf. Eens even kijken, wat betekent dat? Dat betekent dat Marcel en Vera nu komen te staan op 3250 gulden. En dat Julien en Chantal nu aan kop gaan met 6650 piek. Bravo. Goed hoor. Maar voordat wij weer doorgaan, Luc... Zou jij zo goed kunnen zijn om de 4 eindcijfers die wij trokken voor dit grote spel... nog 1 keer voor ons te herhalen? Even kijken wie er in de prijzen zijn gevallen. Oké, Mark, daar gaan we. Hier volgt een herhaling van de lotnummers die zojuist getrokken zijn in het flipperkastspel. Prijzen van 1000 gulden zijn gevallen op alle loten met de eindcijfers 4, 1, 2, 7. Ook op alle loten die eindigen op 6, 7, 8, 5 is 1000 gulden gevallen. Een prijs van 2000 gulden is gevallen op alle loten die eindigen op 5, 4, 3, 4, 6. En als laatste in deze ronde maar liefst 100.000 gulden winnen alle mensen met een lot dat eindigt op 3, 1, 9, 7, 0. Tot zover het overzicht. Mark, je mag weer. Ja, dankjewel Luc. Hartelijk gefeliciteerd met de prijzen. Hopelijk zat u erbij. Maar terug nu naar de strijd om de ton. Het beslissende spel zal duidelijk zijn met welk koppel we naar de finale gaan en gaan spelen om die 100.000 gulden. Ik stel jullie zo direct 16 vragen. Als je mij een goed antwoord geeft, verdien je er 1000 gulden bij. Is het antwoord fout, dan gaat er 500 gulden naar de buren toe. Na elke vraag zien we daar een letter verschijnen op de videowall. Al die 16 letters bij elkaar vormen 1 woord. Je weet alleen niet waar dat woord begint. Als je op een zeker moment na 8 of 9 vragen denkt te weten welk woord het is... dan kan je met antwoord geven. Is het goed, is het 2500 gulden bonus erbij. Maar is het antwoord fout, dan mag je niet meer verder spelen voor die bonusvraag. Allemaal duidelijk, een verschil nu van 3400 gulden... in het nadeel van Marcel en Vera, maar dat zegt nog helemaal niets. Zet je schrap, eerste vraag. Welke onder de grond groeiende paddenstoel... vormt vooral in Frankrijk een lekkernij? Chantal. De truffel. De truffel, is dat goed? Dat is goed, ja. 1000 gulden komt erbij. 6650 gulden wordt 7650 gulden. En de T van truffel, waar komt die te staan? Rechts bovenin. Volgende vraag. Wat is de langste rivier van Noord-Amerika? Langste rivier van Noord-Amerika?
Hudson River? Hudson River is niet goed, Julian. Het is de Mississippi. 500 gulden aan de buren gespeeld. 32,50 wordt 3750 gulden. De M van Mississippi. Waar komt hij te staan? Derde vraag. Wie is de beroemdste vioolmaker aller tijden? Die heeft die hele dure viool gemaakt. Was de duurste viool. Wie heeft dat gemaakt? Het was Stradivarius. Ja, we kennen hem wel. Stradivarius, niet gescoord dus, maar wel een S'je erbij graag. Op de videowol, waar komt hij te staan? De S links onderaan. Vierde vraag. Waar staat de V voor in BV of NV? Vennootschap. Dat is goed geantwoord, Marcel. 1000 gulden erbij. 37,50 wordt 4750 gulden. Jullie klimmen een beetje uit het dal. En de V van vennootschap. Waar komt die? Daar staat hij. Volgende vraag, de vijfde. Hoe heet het drankje bestaande uit kokosmelk, rum en ananas? Ja? Pina colada. Pina colada is goed. Ja, 1000 gulden erbij. 76,50 wordt 8650 gulden. En de P van pina colada. Daar staat hij. Zesde vraag. Welke binnenzee ligt tussen Arabië en Afrika? Hoe heet die? Binnenzee tussen Arabië en Afrika. De Rode Zee. Niet gescoord, maar wel een R'tje erbij graag op de videowall. Waar komt die? Daar staat hij. Hoe heten de delen waarin de Ronde van Frankrijk verdeeld wordt? Hoe noemen we dat, wat ze rijden op zo'n dag? Een? Oh ja. Ja? Een tour? Nee, dat is niet goed. Het is etappe. Oh ja. 500 gulden aan de buren naar Marcel en Vera. 4750 wordt 5250 gulden. En de E van etappe. Daar staat hij. Volgende vraag, de achtste al. Wat is de hoogste rang bij de Nederlandse landmacht? Wat kun je daar worden als hoogste? Hoe heet je dan? Dan ben je een... Kolonel? Nee, het antwoord is generaal. Generaal, 500 gulden aan de buren. 52,50 wordt 5750. Het wordt steeds spannender. De G van generaal komt er te staan. Volgende vraag, de negende. Uit welk metaal bestaat de Nederlandse gulden? Wat voor metaal is dat? Onze guldens zijn gemaakt van... Niet meer van zilver, maar... Nikkel. Is goed. 1000 gulden, Marcel. 57,50 wordt 6750 gulden. Nou, zet ik de N van nikkel er even in. Nee, en ik zie een handje komen. Ja. Jullie willen gaan voor de bonus. Ja. Jullie denken het woord te weten. Ja. 67,50. Als je daar 2500 gulden bij pakt, sta je in de finale. Is het antwoord fout, mag je niet meer verder voor die bonus. Wat is het woord? Tempoversnelling. Tempoversnelling, is dat goed? Het is 2500 gulden. Een waanzinnig lastig woord. Maar ze zien hem wel. En ze komen te staan op 92,50. En dat is net voldoende om in de finale te komen. Oh, Marcel en Vera. Hoe is het, meisje? Hoe is het? Is een beetje onverwacht voor je, geloof ik, hè? Kun je nog wat uitbrengen? Ze kan even niks meer uitbrengen. We laten jullie even rustig bijkomen. We zien jullie zo direct weer terug in de finale. Gaat het goed, hè, Marcel? Ja, gaat goed. Oké, in jouw armen. Julien en Chantal, jullie stonden er zo verschrikkelijk goed voor. Stonden. En het mislukt net op het laatste moment. Zag jullie het woord ook? Nee. Helemaal niet. Dus je had nog meer vragen nodig. Ja. Je hebt een moedig antwoord gegeven. Er zat een stel foute antwoorden tussen, maar je ging er gewoon voor. Ja. Helaas geen 100.000 gulden voor jullie. Maar wie weet wel een hele mooie auto zo direct in de autoshowroom. Dat gaan we zo direct spelen. Eerst nu even over naar de extra prijzen van deze maand. De extra prijzen van de staatsloterij van de maand april. En natuurlijk het eerste 500.000 gulden belastingvrij. Komt-ie aan. Maar voordat we komen aan de trekking van het 500.000 netto, eerst de extra prijs van de maand april, 250.000 gulden. Mocht jij 5 nullen getrokken worden, dan betreft het automatisch het lotnummer 100.000. Daar gaan we. 23 troostprijzen van 2500 gulden vallen in alle series op het lotnummer 25623. Een prijs van 250.000 gulden is gevallen eveneens op het lotnummer 25623, maar met de serieletters... BK.
En dan nu de eerste grote vis van 500.000 gulden. Een 500.000. Maar natuurlijk eerst de 23 troostprijzen van 5.000 gulden. Deze zijn gevallen op de loten in alle series met het lotnummer 16945. Een prijs van maar liefst 500.000 gulden netto is gevallen eveneens op het lotnummer 16945, maar met de serieletters CL. Straks hebben we nog zo'n 500.000 voor u in petto, maar nu weer terug naar jou, Mark. Ja, dankjewel, Luc. Nou, het eerste 500.000 belastingvrij is er alweer uit. Iemand heeft dus nu 500.000 gulden schoon in de handen. Hartelijk gefeliciteerd daarmee. Maar direct komt er nog veel meer. We gaan eerst spelen om de auto's. Maar om welke bolides gaat het deze maand? Luc, vertel het eens. Welkom in de Staatsloterij Auto Showroom. Om te beginnen is hier de auto van het jaar 1996, de Fiat Bravo. Deze compleet uitgeruste middenklasse heeft standaard onder meer stuurbekrachtiging, antidiefstalblokkering, bestuurders airbag en zelfs een audio-installatie. Of gok je op de Fiat Punto Cabrio. Deze auto maakt open autorijden extra fascinerend, omdat hij werkelijk alles biedt wat cabriolet-liefhebbers zich kunnen wensen. Gemak en plezier, moderne techniek en fantasie en veiligheid en functionaliteit. Aan jullie de keus. Aan jullie de keus, maar ik heb afgezien van deze twee auto's nog een klein probleempje. Alhoewel, klein probleempje, er hangen hier vier contactsleuteltjes. Eén daarvan is maar de juiste. Ik stel jullie steeds een vraag. Als je mij het goede antwoord geeft, dan valt er een fout sleuteltje weg. Het is gewoon een kwestie van even drie goede antwoorden geven. Dan vallen er drie fouten weg, is de ene goede over. En daarna is het gewoon een keuze. Welke gaat het doen? De Bravo van 35.000 gulden of deze prachtige cabriolet van 47.500 piek? Oké, geen ton meer voor jullie, maar misschien wel een auto. Concentreer je goed, niet voorzeggen. Wat is het wereldrecord touwtjes springen in 1 uur tijd? Meer of minder dan 20.000 keer. Wereldrecord, touwtjes springen in 1 uur. Meer of minder dan 20.000 keer. Meer. Minder. 14.628 keer. Sleuteltje blijft hangen. Niks aan de hand nog, we gaan gewoon door voor de tweede vraag. Blijf erbij. De langste auto ter wereld is een limousine van Amerikaanse makelij. Is deze limousine langer of korter dan 25 meter? Langste auto ter wereld. Is deze limousine langer of korter dan 25 meter? Wij denken korter. Langer. Oh. Het is helaas langer. 30,5 meter. Er zit zelfs een swimmingpool in en een waterbed en 26 wielen. Maar goed, dat is voor de boeken. Hij blijft weer hangen. Er hangen nog steeds vier. Kom op, we hebben er nog één, die pakken we eruit. Kom op. De meeste melk in Nederland komt nog altijd van onze koeien. Hoeveel melkkoeien hebben we in Nederland? Moeten we toch weten? Meer of minder dan 2 miljoen? Meer of minder dan 2 miljoen? Meer of minder dan 2 miljoen? Meer. Meer. Minder. Sorry jongens. Het is, wat zei je nou? Minder. Goed. Goed. Oké, er mag er eentje weg. Er mag er eentje weg, er speelt er niet meer mee. Sleutel 2, die is weg. Wat hangt er nu nog? 1, 3 en 4. Welk contactsleuteltje zou het zijn? Zij weet het. Nou, 1 dan. Is goed. Ja? Is goed. Welke? We gaan gewoon voor 1. We gaan voor 1? Ja. Dat denk jij ook, Julia? Ja, dat denk ik ook, absoluut. Zeker weten? Ja. Zeker weten. Is het een geluksgetal of zo? Zit er een argumentatie achter misschien? Nee, gevoel. Ik vertrouw op... Gewoon gevoel? Ja. Een goed gevoel? Goed gevoel. Voelen jullie dat ook? Ja! 1 moet het worden. Ja. Chantal, pak hem eraf. Je kan bijna niet meer. Ik zie je staat helemaal te shaken. Nou, nog één klein probleempje. Stel dat deze het gewoon is, hè. 1, daar gaan we maar even gewoon gemakshalve vanuit. Welke auto start er? De Bravo van 35.000 gulden, schitterende wagen. Julien klinkt meteen van nee. Of deze prachtige cabriolet van 47.500 gulden. Wow. Je doet het wel. Over die grote. Grote? Zijn we verliefd op geworden. Oké, okay. Doen we gewoon. Doen we gewoon. Wie gaat er starten? Zij mag het doen. Oké, okay. Kom maar mee, allebei. Chantal achter het stuur. Ga maar zitten, allebei. Het is een schitterende wagen.
De zomer komt er weer aan. Hij zou het moeten doen, zou je zeggen. Maar ja, je weet het maar nooit. Ik weet het absoluut niet welke het doet. Misschien stap je dus nu in je eigen auto. Een auto van 47.500 gulden. Als hij het zo direct doet, dan mag je hem gewoon meenemen. Waar is het contactsleuteltje? Ik heb hem er al in zitten. Hij zit er al in. Of hij daadwerkelijk zelf starten, dat weten we zo direct na de boodschappen. Tot zo. Even wachten. Straks in het late nieuws. Marters vergrijpen zich aan auto's in Zuid-Limburg. De beesten eten ze leeg. Ajax komt de laatste dag voor het belangrijke treffen tegen Juventus goed door. Frits Barend en Henk van Doorn hebben een exclusief interview met Johan Cruijff, die 25 april 50 jaar wordt. De beste Nederlandse voetballer ooit praat openhartig over onder andere zichzelf. Over het algemeen denk ik dat ik een vrij regele exponent als Nederlander ben, die dus het beste functioneert als mes op de keel staat. Ja, hoe kom je aan die wijsheid? Ja, ik word 50. Ja. Een uur lang Johan Cruijff. Donderdagavond, 10 uur, RTL 4. Moment. Er hingen nog drie sleuteltjes. 1, 3 en 4. Ze gingen voor sleuteltje 1. Want daar ging het gevoel naar uit, zeiden ze. Allebei. En het publiek zei het ook. De kleine auto zou niet starten volgens jullie. Die wagen, de Bravo van 35.000 gulden. Maar deze, de cabriolet van 47.500, zou het moeten doen. Omdat jullie nu eenmaal verliefd zijn op deze auto. Oké. Okay. Gaan we het proberen? Mag ik het proberen? Ja. Okay. Ga je gaan. Hou er vast, Julien. Misschien helpt het. Nee. Proberen. Nee. Hij zit niet in een stuurstok of zo. Nee. Hij is het niet. Hij is het gewoon niet. Of het sleuteltje is het niet. Kom even met me mee, want ik ben nu toch wel heel erg benieuwd. Ik ben wel heel erg benieuwd welke het wel was. Oh. Ik zal je één ding vertellen. Het sleuteltje was goed. Nummer 1, het gevoel was goed. Alleen... de ogen gingen te gretig naar deze rode wagen. Het was de Bravo. Het was de Bravo, ik zal het ook even laten zien. Even bewijzen ook nog dat hij het werkelijk doet. Want dat willen jullie natuurlijk wel even bewezen zien. De Bravo van 35.000 gulden, die had je moeten pakken. Dan was je nu deze auto rijker geweest. Eén ding maakt het in ieder geval duidelijk. Jullie gevoel zit helemaal goed. En zeker ook met elkaar. Jammer, het is niet gelukt. Geen ton, geen auto. Maar wel een straatje staatsloten en een optreden in deze show. We vonden het fantastisch dat jullie hier waren. Ja. En misschien pak je wel een van de grote prijzen de volgende maand. Een van de miljoenen. Of misschien wel die enorme jackpot. Heel veel succes in de fysiotherapiepraktijk. Ja, en we zien elkaar terug naar de show. Dank jullie wel. Deze twee sympathieke fysiotherapeuten. Tristan. Julia en Chantal, daar gaan ze. Goed, wij gaan direct beginnen aan de echte grote finale.
Maar nu eerst het grote moment van de avond. De trekking van het halve miljoen en het hele miljoen belastingvrij. Als je nu één van de goede lotnummers hebt, dan gaan je dromen in één klap werkelijkheid worden. Hou de staatsloten erbij, want hier komt Luc met die winnende lotnummers. Yep. Zoals beloofd, nog een keer een prijs van een half miljoen belastingvrij. En nogmaals, mochten er vijf nullen getrokken worden, dan betreft het automatisch het lotnummer 100.000. 23 troostprijzen van 5.000 gulden zijn gevallen op de loten in alle series met het lotnummer 13665. Een prijs van maar liefst 500.000 gulden belastingvrij is gevallen eveneens op het lotnummer 13665, maar met de serieletters BQ. En voordat we komen tot de hoofdprijs van 1 miljoen, eerst 23 troostprijzen van 10.000 gulden in alle series zijn gevallen op het lotnummer 42819. En dan nu de hoofdprijs van 1 miljoen. 1 miljoen gulden belastingvrij in de derde trekking van de maand april 1997 is gevallen op het lotnummer 42819, maar met de serieletters BQ. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd. En Mark, we hebben vanavond weer iemand miljonair gemaakt. Ja. En Luc, dat doen we dus iedere maand, hè? Hartelijk gefeliciteerd daar thuis. Deze avond zal u nog lang heugen. Je zal het maar meemaken, zeg. Dat je gewoon naar de televisie zit te kijken en dat je nu in één klap miljonair bent geworden. Nogmaals onze felicitaties. Dit waren de hoofdprijzen, maar de grote kraker, de grote klapper, de jackpot van ruim 2,5 miljoen gulden belastingvrij, die hebben we natuurlijk nog te goed. Terug nu naar de ton, terug naar de finale van april 1997. Twee kandidaten die zijn overgebleven voor de finale. Jullie gaan strijden om de 100.000 gulden. En kijk eens even goed om je heen. Jullie zijn hier aangekomen op Mars. Dat is echt waar. We staan hier op de planeet Mars. Hoe is dat nou gebeurd? Nou, jullie waren een lekkere ruimtereis aan het maken. Jullie space shuttle. Maar onderweg bemerkte je dat je te weinig brandstof had. Dus je moest een noodgedwongen stop maken hier op Mars. Want hier bevinden zich speciale energieblokken. Die moeten jullie gaan verzamelen. 3 in totaal. Daarvoor hebben jullie een klein hulpmiddel meegekregen. Daar staat hij. Misschien kun je hem zien. Dat is de Marsmobiel. En aan die Marsmobiel zitten 2 trappen. Die heb je heel hard nodig, want je moet overal op gaan klauteren. Er zitten ook lampjes aan allerlei kanten. Heb je ook nodig, want het is bijna hartstikke donker hier. En bovendien, het handige van het Marsmobiel is, het kan alle kanten op bewegen. Er zitten goede wielen onder. Waar bevinden die energieblokken zich nou? Nou, kijk eens even daar, naar de overkant. Daar zie je de ingang. De ingang van een enorme lange tunnel. Die tunnel die is wel 100 meter lang. Die gaat helemaal achter het publiek daarom. En wanneer je er helemaal doorheen loopt, dan kom je aan deze kant er weer uit. Onderweg zie je zo'n energieblok. Je zet je Marsmobiel eronder, energieblok erbovenop. Je rent meteen die gang door en levert hem hier af. En stopt hem hier in de brandstoftanken. 3 lege brandstoftanken in totaal op dit moment. Als alle 3 erin zitten en jullie zelf zitten ook in de Space Shuttle, dan is de opdracht gelukt, dan is de klus geklaard. Als het maar gebeurt binnen 4,5 minuut speeltijd. Dan hebben jullie 2 foute kokers weggespeeld. Alles wat je aan tijd overhoudt, mag je meenemen naar het volgende spel. Allemaal duidelijk? Ja. Oké. Okay. Dan gaat het nu beginnen. 4,5 minuten tijd. Kom op maar. Marcel en Vera op weg naar hun 100.000 gulden. Energieblokken verzamelen. 3 stuks in totaal. En als die hier gevuld zijn in de brandstoftanken, dan zo snel mogelijk die Space Shuttle in. En als ze daar dus één keer in zitten, dan pas stopt het spel. En dan pas is de klus klaar. Maar dan wel allemaal binnen 4,5 minuut. Tot 1,30. Als het zo lukt, 2 foute kokers weggespeeld. Alle andere tijd kan worden meegenomen naar het volgende spel in de spiraal. Dat is de eerste blok. Prachtig, blauw verlichte energieblok. Snel op het Marsmobiel. 3 minuten en 45 seconden nog. Zo snel mogelijk die tunnel door. Die is dus wel 100 meter lang.
En als je hier aankomt, en dan komen ze al door de bocht, laatste stukje bocht. Daar komen ze aan. Kijk eens even, jullie worden begroet door het publiek met een krachtige wave. Marcel zit op tijd daar bovenop. Energieblok erin, de gymlerares zet hem erin. Goed zo, Marcel, de vormgever. De man die een reclamebureau wil gaan beginnen. Maar wanneer hij de ton wint, dan willen ze een turnhal gaan starten met z'n tweeën. Op weg naar het tweede energieblok. Hoe is het met de tijd? 3 minuten nog. Waar is dat tweede blok? Kom op jongens, het moet wat sneller, anders dan gaan jullie het niet halen. En het zou rampzalig zijn. We werken dus per energieblok steeds eentje tegelijk. Dan weer terug naar de Space Shuttle toe om de brandstoftanken te gaan vullen. Kom op jongens, duwen. 2 minuten en 35 seconden zijn er nog over. Daarbinnen moet het lukken. Anders dan zijn ze gezien voor de eerste 2 foute kokers. Daar komen ze aan, oude rem op tijd. Anders vliegen de bocht uit en dat kost je kostbare seconden. Daar is het publiek weer met de welcome wave. Tweede energieblok, hier gaat hij even op. Ja, uit de regenblok. Is goed. Derde blok, laatste blok. Hoe zitten we erbij? 2 minuten rond nog. Zo snel mogelijk naar de derde blok toe, jongens. Alles wat je eventueel aan tijd kunnen overhouden is van levensbelang voor de spiraal zo direct. Maar je moet het mij eerst natuurlijk even zien te klaren. 1 minuut en 45 seconden. Waar is dat blok? Daar is dat blok. Oké. Kom op, Marcel, sneller nu. Ding erop. Hij staat snel naar beneden de trap af. En duw maar. Voor het laatste stuk. 1 minuut en 25 seconden nog. Kom op jongens. Marcel een hele snelle vent, ex-turner. En zij de gymlerares laat zich ook niet onbetuigd. 1 minuut en 10 seconden nog. Ja, daar komen ze nu voor de derde en de laatste keer. Kom op jongen, Marcel en Vera. Klopt eraf. Snel mogen erin. Kijk uit, oh we gaan vallen. Oh. Marsmannetje, kijk uit. Derde seconden zijn er nog over. Jullie hebben het geweldig gedaan. Werkelijk ongelooflijk. We kunnen snel gaan zitten. We kunnen op zo direct richting Hilversum. We kunnen gaan starten. 48 seconden nog over. Ja, we maken ons nu los van Mars. Onze Space Shuttle gaat langzamerhand omhoog. We zijn los. We vliegen bijna nu in de ruimte. Het begint hier ongelooflijk heet te worden. Een graadje of 48 en we vliegen. We vliegen richting de aarde. We zijn op zoek naar het parkeerterrein in Hilversum bij Studio 22. Want daar staat onze spiraal te wachten. Ik voel al dat we gaan landen. Ja, even kijken de laatste meters en ja, we staan er voor. Het is Hilversum niet te geloven. We zijn veilig geland en dat is maar goed ook. Oké, de spiraal. Vorige spel ging perfect, sowieso 2 foute kokers weggespeeld. Jullie hielden zelfs 48 seconden over. Plus de 1 minuut die er staat altijd voor de spiraal. 1 minuut en 48 seconden. Oké, Marcel, jij mag richting het besturingsmechanisme. Dan gaan we Vera even in het bakje leggen. En even goed vastmaken dat je niet kan vallen. Het riempje eroverheen. Goed strak trekken. Nou, het volgende moet er gebeuren. We kennen het spel onderhand wel. De stang bewegen langs de spiraal. Als we dit horen, moet je terug naar je voorlaatste rustpunt. Als je de helft van de spiraal haalt, dan heb je alvast 1 foute koker weggespeeld. Haal je de volgende helft ook nog, dan speel je nog eens 2 foute kokers weg. Dus er staan er hier in totaal 3 op het spel. Alsjeblieft, Vera, hou hem goed vast. Ga in een goede uitgangspositie hangen, dat je geen seconde zo direct verliest. Het is heel belangrijk, 3 kokers op het spel. 1 minuut en 48 seconden, zijn we klaar. Marcel, geconcentreerd. Vera ook. Ja. Dan gaan we nu beginnen. Kom op maar.
spiraal in 1,48 zou moeten kunnen lukken, zou links. Je zeggen. Omhoog. Maar dan moet je, oh, dan moet weer helemaal terug. Geen fouten naar maken. Naar beneden. Snel naar beneden, kom op. Er is nog, even kijken, 1,30 over, stop. Niks aan de hand nog. Naar kom rechts. Op. Stop. Omhoog. Daar gaat ze weer. Links. Stop. Omhoog. Ja. Bochtje. Omhoog. Kom maar. Omhoog. Kom op, jongens. Links. 1,9. Stop. Naar beneden. Volgende bocht. Stop. Naar links. Stop. Naar beneden. Nog 50 seconden. Stop. Gevaarlijke naar bocht. Stop. Ah, hou je naar beneden. In. Ja. Stop. Naar links. Ja, eerste stuk heb je. Stop. Omhoog. 37 nog. Nog mars. Gaat goed, Vera. Stop. Naar links. Gaat prima. Kijk uit. Stop. Naar beneden. Stop. Naar links. Gaat er werkelijk rakelings langs soms. Omhoog. 19 seconden. Stop. Naar links. Concentreer. Geen stop. Fouten meer maken nu. Geen fouten maken. Naar beneden. Naar beneden nu, 9, 8, tempo, tempo, 7, 6, 5, 4, kom op naar beneden, hij moet erop zitten. Oh, 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 Marcel, Marcel, een stukje verder terug. Geef maar. Even een stukje verder terug. Deze leggen we even hier naartoe. Het is perfect gegaan, Vera, kom er maar uit. Kijk uit, voor het hoofd, dat je je niet stoot tegen de bak aan. Oh, wat ging dat goed. Wat ging dat goed. 2 luttele seconden waren er nog over. Ik dacht op een zeker moment, je gaat het niet redden, want je pakte hem zo ver beet, waardoor je al enorm gewicht moest vasthouden, maar het ging allemaal goed. Heel goed gedaan, Marcel. De kop koel gehouden, en dat is ook de bedoeling. 3 kokers zijn er hier weggespeeld. Heel goed nieuws. Wij gaan op naar het laatste onderdeel. Kom maar mee. Direct in de waterbak, pak je mag vast uit. Oké, ik sta hier achter die beruchte desk. De 10 kokers staan nu nog allemaal. Maar we hebben al lekker gespeeld in die finale. Het eerste spel hebben jullie fantastisch gedaan. 2 kokers weggespeeld. Betekent dat er nu 2 foute kokers mogen afvallen. Welke doen er niet meer mee? Welke mogen er weg? Pak, nummer 8 en 9, die zijn sowieso gezien. Die spiraal, uitmuntend werkelijk. 3 stonden er op het spel, betekent dat er weer 3 foute kokers weg mogen. Welke zijn er gezien? Welke vallen er naar beneden? Dat gaat snel. 2, 4 en 5. Oké, er staan dus nu nog 5 kokers. Beste uitgangspunt wat je maar kunt hebben. Het laatste onderdeel, het vraag-antwoordspel. 1 van jullie gaat in bad. Dat is Vera. Oké, heb je een beetje geoefend? Ja. Ja, waar? In het zwembad. In het zwembad. Gedeelte. En hoe ging het? Goed. Goed, dat gaan we nu even controleren. Vera, je mag vast naar boven, richting het zwembad. Hier het trapje even op. Dan gaan wij vragen stellen en antwoord geven. Als je mij 3 goede antwoorden geeft, dan mag er 1 foute koker weg. 12 vragen in totaal. Je kunt dus nu nog maximaal 4 foute kokers wegspelen. Dank je wel. Zit er nog een vis in? Ja, er zit nog een vis in. Dat betekent dus, wanneer je alle vragen goed beantwoordt, dan blijft er maar 1 koker staan en kun je de 100.000 gulden zo ophalen. Realiseer je dat goed, Marcel? Ja. Oké. Okay. Koptelefoontje gaat op. Kun je mij nog goed verstaan? Ja. Dat is erg belangrijk. Vera, als jij er klaar voor bent, mag je naar beneden toe. En je weet, je mag de duik 1 keer onderbreken voor 20 seconden time-out. Als jij klaar bent, kunnen wij gaan beginnen. Ga je gang. En daar gaat Vera. Wie staat nummer 1 op de wereldranglijst van het vrouwentennis? Steffi Graaf. Is niet goed. Wie speelt momenteel de hoofdrol in Dante's Peak? Pas. Van welke Londense voetbalclub is Ruud Gullit speler en manager tegelijk? Manchester United. Nee. Hoe heet de vicepresident van de Verenigde Staten? Ja, dat samen met Bill Clinton is. Ja.
Door? Geen idee. Bush. Nee, hoe heet het grootste en beroemdste panorama van het Scheveningse strand? Dat schilderij. Panorama Mesdag. Dat is goed geantwoord. Wie is de burgemeester van Den Haag? Kom op maar. Ja, even stoppen. We gaan even lucht bijtanken. Even voor de informatie van Vera. We hebben 4 vragen kunnen stellen. 1 antwoord was goed, dus er moet nog wat gaan gebeuren. De laatste seconden die gaan nu wegtikken. Even de longen helemaal volzuigen. 5, 4, 3, 2, 1 en naar beneden. Wie is de burgemeester van Den Haag? Deetman. Dat is goed. Wat wordt dit jaar, waar wordt dit jaar het Eurovisie Songfestival gehouden? Ierland. Hoe heet die hoofdstad? Dublin. Dat is goed. Welke Russische tsarina was een grote verzamelaarster van kunst? Pas. Niet Peter, maar die vrouw. Petronella, nee. Petronella, nee. Welke Afrikaanse mengtaal spreken ze op de Nederlandse Antillen? Kun je dus leren? Papiaments. Dat is goed. Uit welk land komt de Hollandse tulp oorspronkelijk? New York? Nee, helaas. Amsterdam. Welk dier staat afgebeeld als watermerk op het nieuwe briefje van 100? Hoe heet die vogel? Snip. Nee, dat is niet goed. Het nieuwe, hè? De 3 tenoren bestaan uit Luciana Pavarotti, José Carreras, Lisandre. Jammer, net niet meer. Net niet meer. Vera heeft het goed gedaan. Ze heeft hard getraind. Je koptelefoontje mag af. Die mag je eventjes hier neerhangen. Oké, Vera, eens even kijken. Wat was jouw tijd? 1 minuut en 18 seconden is ze beneden geweest. Hartstikke goed. Je hebt echt het uiterste eraan gedaan. Kom maar even hier. Dan trekken we je even een badjas aan. Eens even kijken. Hier liggen de goede antwoorden. Doe eens even bij elkaar. Dat zijn er precies 1, 2, 3, 4 goede antwoorden. Ik zei van tevoren, je moet er 3 goede geven. Wil er 1 foute koker gaan afdalen. Dus die ene goede antwoord, daar hebben we eigenlijk niks aan. Maar die andere 3 wel degelijk. 1 koker mag er dus nu nog weg. Welke speelt er niet meer mee? Welke is er gezien? Nummer 6 is eruit. Oké. Wat staat er nog? Nummer 1, nummer 3, nummer 7 en 10. 25% kans nu op 100.000 gulden. Welke zou het zijn? Ik denk 3. Ik denk ook 3, ja. Waarom? Omdat zij dat zegt. Nee. Dat is een goed antwoord. Dat gaat altijd zo. Zij zegt, we gaan naar links, dan zeg je, we gaan naar links. Ja. Altijd, dat gaat ook altijd goed. Ja, nou ja, het is niet altijd gelijk, maar goed. Ja, maar het gaat hier dus wel om 100.000 gulden, ja. Hè? Ja. Waarom denk jij 3? Ja, 13. Hij zegt het omdat jij het zegt. Ja, 13 is ons geluksnummer. Dat meen je niet? Ja. Wat een raar paar, 13 geluksnummer. Ja, we wonen op nummer 13. Oh. Dus, 10 eraf en dan krijg je 3. Ja. Zoiets. Ja, ja, ik snap het. Ja. Nee, dat is volkomen duidelijk. Koker 3? Ja. Goed gevoel? Allebei? Ja. 3. Geen twijfel? Nee. Oké, haal hem maar uit. De rode code. Laat hem maar even zien aan de camera. Zou dit het toegangsbewijs zijn tot de 100.000 gulden? Of dit de juiste koker is, dat weten we zo direct. Eerst gaan we nu over naar de miljoenenklapper van deze avond. De jackpot van de maand april. Komt-ie. Klopt, want uit alle beschikbare lotnummers gaan we 1 nummer trekken... en dat verbinden we aan de jackpot. En dat gebeurt onder het deskundige toeziend oog van notaris De Haas. De inhoud van de jackpot is deze maand 2.676.261 gulden belastingvrij. En Danielle, wil jij ons niet langer in spanning laten en op de knop drukken? De prijs van 2.676.261 gulden belastingvrij, dus de volledige inhoud van de jackpot van de Nederlandse Staatsloterij, is gevallen op het lotnummer AF32432. En gaat dat astronomische bedrag nu ook werkelijk naar iemand toe? Dat laten we de computer, waarin alle loten zijn geregistreerd, nu uitzoeken. Jackpot is niet gevallen. Oh! Hij is niet gevallen. Hij is niet gevallen. Dat betekent dus dat bedrag doorgaat naar de volgende maand. En dan wordt hij zeker minstens 5 miljoen gulden belastingvrij. Oké. Nu eventjes hier, terug naar de ton. Er stonden 4 kokers. Ze gingen voor koker 3, omdat Vera dat zei. Zei Marcel het ook maar.
Zou dit goed zijn voor 100.000 gulden? We gaan het direct weten, want we gaan met Marcel en Vera nu naar de kluis. Kom maar mee. Vera, kom maar lekker bij me staan. Als het zo direct gaat lukken, als die kluisdeur zo direct gaat openzwaaien, wat gebeurt er dan? Dan gaan we een... Dan stort je weer even een klein beetje in. Ja, ik denk het. Dan ga je weer even lekker om Marcel heen hangen. Ik denk het. En wat ga je ermee doen? Van het geld willen we graag een turnhal bouwen. Een turnhal? Ja, met valse... Goed. En een feestje voor de mensen natuurlijk. En een feestje voor je. Een feestje voor de mensen, goed. Misschien gaat het lukken. 25% kans. Je ziet hier een 6 getalletjes staan. Noem ze cijfer voor cijfer op. Dan zet Marcel zijn cijfer voor cijfer erin. Wat is het eerste? 3. Een 3. Het tweede? 5. Een 5. Derde cijfer? 8. Een 8. Het vierde cijfer? 4. Een 4. Het vijfde? 7. Een 7. En als je de laatste erin zet, het laatste cijfer, dan zullen jullie binnen 10 seconden weten of jullie 100.000 gulden rijker zullen zijn. Wat is het? 9. Een 9. Hou elkaar vast. Tijdklok. Het helpt. Meestal. Een 0,25% kans. 25% kans. De door u ingetoetste code is onjuist. Oh, wat jammer, wat jammer, wat jammer. Wat staat daar? 102936. 358479 tikte ze in. Het is iets anders, helaas. Kom even bij me staan hier. Het is natuurlijk een enorme klap. Je hebt keihard gewerkt. Je hebt die finale geweldig gedaan. Het was Tolkers 10. Dat hadden jullie moeten hebben. Jullie dachten met z'n tweeën, het is gewoon 3. Daar ben je samen voor gegaan. Helaas, helaas, helaas. Geen 100.000 gulden. Maar in ieder geval wel een reis van de KLM. 2.000 gulden mogen jullie gaan besteden aan tickets. Ik geef het even aan Marcel. En hier, het straatje staat sloten. Hou ze maar vast. Wie weet gaan jullie een paar miljoen winnen volgende maand. Het is jullie van harte gegund. Misschien pak je zelf wel de jackpot, wie weet. Oké, we gaan naar beneden. We gaan een drankje drinken. En nog één applaus voor deze toppers. Want ze hebben het heel goed gedaan. Een glaasje champagne. Alsjeblieft, Vera. Alsjeblieft, Marcel. Ik neem mezelf ook een. Proost. Proost. En dan ga ik even afscheid nemen van de dames en heren thuis. We vonden het weer bijzonder fijn dat u er vanavond weer bij was. Ik hoop dat u een beetje heeft genoten van het spektakel. Maar ook lekker in de prijzen bent gevallen. Vrijdag is Johan Cruijff jarig. Van harte gefeliciteerd namens de Staatsloterijshow. Namens iedereen hier en namens mezelf natuurlijk ook. Zaterdag zijn Danielle en Giel weer met het staatslot op locatie vanuit Madurodam. En ik zie u hopelijk over 4 weken weer bij de grote Staatsloterijshow. Bedankt voor het kijken. Dag. Proost.